Goedemorgen allemaal, vandaag weer een nieuwe techniek. Wat we vandaag gaan trainen is Obi Casey de Wit. Tenminste, we gaan een techniekje doen zoals Frank de Wit op een gegeven moment hem altijd bijna toepast en heel erg veel scores mee maakt. Maar dat komt dus niet zomaar uit het niets dat op een gegeven moment iemand die techniek kan maken. Het heeft mee te maken, soms door iets negatiefs in je leven mee te maken, kan je het omturnen naar iets positiefs, waardoor je eigenlijk nog een hele goede judoka kan worden. Nou, ik ga straks even gaan we een rollenspel ook spelen. Ik speel een beetje de broer van Frank de Wit. Ram die speelt Frank de Wit. We zouden eigenlijk een beetje een aanpassing moeten maken aan de kleur van je haar. Maar goed. En we hebben dan ook de zus van Frank de Wit. Hé, mijn pen terug. Hoezo heb je pen terug? Je zit altijd irritant te doen. Ga maar pakken dan. Pak die pen dan maar. Probeer die pin maar te pakken dan. Hé, let eens even op, man. Zo, ik heb hem niet meer. Ik kan je hebben. Hou eens op. Oh, je bent al een sterker dan mijn poppetje. Schijn uit, man. Geef hier. Mam, ze doet het weer. Ja, houden jullie nou eens een keertje op. Los het even lekker zelf op, Frankie. Ben nu zat. De eerste grip op hetgeen wat je pakt, is dat je met je rechterarm in dit geval ga je gekruist over de schouder heen. En je pakt er overheen bij de band. Je andere hand gaat onder de arm door en je zet je ernaast. Je duwt iemand recht naar beneden. En hier vandaan ga je op een gegeven moment iemand zijwaarts sturen. En wrikken. Je traint de techniek ook aan de andere kant. Dat betekent nu in dit geval met je linkarm eroverheen. Bij de band pakken nogmaals. En ook de onderdoor, onderarm door bij de band pakken. Iemand naar beneden duwen. Sterk staan, zijwaarts sturen. Nou, voor op een gegeven moment ook een krachtoefening ervan te maken, ga je 10 keer iemand elke keer van de grond aftillen. 3, 2, 1, start. Je kan nu trainen door 1 minuut heen en weer te rennen. En dan ga je steeds de worp inzetten en gooien. 3, 2, 1, start. Na deze oefeningen en ook het stukje ervoor zie je dat uiteindelijk dat je soms iets negatiefs meemaakt en dat je een vervelend broertje of zusje thuis hebt, dat het ook nog zelfs in deze tijden een voordeel kan hebben, waardoor je eigenlijk op een gegeven moment een hele grote en goede judoka kan worden. Dus met andere woorden, het hoeft niet altijd allemaal hard en niet te zijn. Soms is het juist door wat tegenslag dat mensen op een gegeven moment ook wat beter kunnen worden. Dus vandaar.